Een enorme vreugde in het dorpshuis als duidelijk wordt dat Stefan Groothuis een gouden plak op de Olympische Spelen heeft gewonnen. De grootouders van Stefan Groothuis zijn er, net als zijn twee zussen en nichtjes en ook de burgemeester viert mee. Opa Groothuis, dat is hem, hè? mooi. Nee, daar ben ik hartstikke blij van. Ja, echt super. Hé, wat zou juffrouw Kitty zeggen? Tijdens de wedstrijd was het bloed stollend spannend. Oma moet zelfs door opa Groothuis vastgehouden worden. De spanning was om te snijden in het dorpshuis. Groothuis had dan wel een prachtige 1:08:39 op de klokken getoverd, maar was dat genoeg voor goud? Weer eentje eraf. Zijn die eraf? Maar één voor één bijten de andere kanshebbers zich stuk op de tijd van Groothuis. En heeft de gemeente Voorst een Olympisch kampioen. En wat voor één. Vele blessures kende hij in zijn loopbaan. En hij kwam terug naar een zware depressie. Zijn dorpsgenoten zijn onder de indruk. Verdomd weer redden, hè? Prachtig. We zijn er zo blij mee, jong. Geweldige sportman. Echt een voorbeeld voor Voorst. Dus ik ben ontzettend trots en blij. We gaan natuurlijk iets moois voor hem organiseren. Waarschijnlijk weer een grote tent in de wei van Kloosterboer. Met alle voorstraan erbij, dat wordt fantastisch. Hartstikke mooi. Maar hiermee houdt het misschien nog niet op voor de schaatser. Want zaterdag heeft Groothuis nog een kans. Dan moet hij op de 1500 meter rijden.